Hoi, ik ben Mirjam van Cruis en ik mocht onlangs een kijkje nemen op het vernieuwde riviercruiseschip de Allegro van Stipreizen. Het schip kan 134 passagiers meenemen en de hutten leren verspreid over twee dekken: het bovendek en het benedendek. En hier zie je een hut op het bovendek. Afgelopen drie maanden is het schip gerenoveerd, en dat wil zeggen dat er overal nieuwe kasten zijn geplaatst. Er zijn lichtplanken tegen de muur aangemaakt. De bedden hebben een nieuwe ombouw gekregen. En er zijn allemaal nieuwe lampjes geplaatst bij de bedden. De hutten op het bovendek hebben allemaal een breed raam. Die loopt van de ene muur naar de andere muur. En aan de bovenkant van het raam kan je een gedeelte van het raam openschuiven. Elke hut heeft uiteraard een eigen badkamer en die zijn in alle hutten hetzelfde. Er is een wastafel, een toilet en uiteraard een doucheruimte beschikbaar. Naast de hutten op het bovendek zijn er op het benedendek twee verschillende hutten. Daar zijn niet gerenoveerde hutten en gerenoveerde hutten. We gaan eerst even een kijkje nemen in een niet gerenoveerde hut, ook wel een voordeelhut genoemd. En hier zie je al direct dat bijvoorbeeld de kast niet helemaal vernieuwd is. Er zijn geen legplanken aan de muur. En de lampjes zijn ook niet vervangen. Badkamer is uiteraard uh, hetzelfde. De hutten op het beneden dek hebben dus kleinere ramen. Dat wil zeggen dat ze niet van de ene naar de andere muur lopen. Desondanks toch nog een behoorlijke raampartij. De hut op het benedendek hebben ook allemaal een vrij grote radiator. Hier zie je nog even een voorbeeld van de oude kast. Die heeft één legplank. En de hutten in de gerenoveerde. De gerenoveerde hutten die hebben dus drie legplanken. Nou, hier zie je dus een gerenoveerde hut op het benedendek. Dus een nieuw broodje is hier geplaatst. De radiator heeft een mooie ombouw gekregen. Je ziet inderdaad de legplanken, de nieuwe lampjes en de nieuwe kast. Elke kamer heeft ook de beschikking over een eigen kluisje, zoals je ziet. En tenslotte gaan we ook nog even kijken in de badkamer. Daarin zou je ook geen vreemde dingen aantreffen, want dan is het ook weer dezelfde badkamer als, als eigenlijk alle hutten. Ik hoop dat je deze video leuk vond en zo een goede indruk hebt gekregen van de hutten van het MS Allegro. Vind je deze video leuk? Laat het ons dan weten en abonneer je natuurlijk op ons kanaal.